Goedenavond. Ik ben er weer. Zelda Play 20 met een nieuwe aflevering van Let's Play. Luigi's Mansion. In de vorige aflevering zijn we erachter gekomen dat we dus een landhuis hebben gewonnen. Maar dat landhuis zit vol met spoken en Mario die zit hier ergens. En we weten niet wat Mario is. Mario. Ja, dat was het. We weten niet waar Mario is. Dus we gaan op zoek naar Mario. En daarom gaan we dus verder met Mario. Nee, Luigi's Mansion. Dankjewel. Dus we hebben in de vorige aflevering een sleutel gevonden hier. En we hebben alle Speedy Spirit gevonden. Dus dat gaat goed. Nou, die creepy animation die hoeven we niet te zien. Als we hier doorheen lopen zien wij weer een nieuwe vijand van Spook. Spookmuisjes die dus door muren heen en kreun kruipen. En voor de rest wil ik jullie ook nog ergens anders voor waarschuwen. Er zitten in dit landhuis nepdeuren. Nepdeuren, dat zijn deuren op het moment dat je ze openmaakt, dat ze je een knal geven en dan hoor je een spookje lachen van hahaha, het is een nepdeur. Hoe kun je de nepdeuren van echte deuren onderscheiden? Heel erg simpel. Een echte deur, zoals deze, als je er tegenaan zuigt, trilt die. Er zit een rode loopmat voor. Dat is functie 2. En functie 3, als je op de kaart kijkt, zie je dat de deur echt is. Bij een nepdeur, als je daar gaat zuigen, kan er niks aan doen. Zul je zien dat die deur niet trilt, er zit geen loopmat voor en als je op de kaart kijkt zie je dat daar geen doorgang is. Dus dat zijn de drie sleutels die je eigenlijk kunt zien van is het een nepdeur, is het een echte deur. Hier zit de Speedy Spirit. Voordat we die Speedy Spirit gaan pakken wil je eerst de boek opzuigen. Die boeken die gaan namelijk alleen maar irriteren. Die boeken die gaan namelijk jou proberen te plagen. Nee, doen we niks? Oké. Nou, als je dus hier bij de stoel komt. Speedy Spirit! Pak hem! Dankjewel. En hier komen we dus bij de eerste introductie van een edelsteen. Krijg je een speciale cutscene voor en krijgen we de klassieke 8-bit Mario. Of 8-bit Mario. Sorry Luigi, ik wou het niet zeggen. Sorry. Sorry Luigi. Dat is niet mijn bedoeling. De 8-bit Luigi te zien van. Ja, vroeger. Vroeger toen. Wij nog Mario 3 speelden. Want dat was eigenlijk de sprite van Mario 3. Dus. Ik denk, zeg het even. Maar goed, hier hebben wij dus één groot spook. Nee, ik wil nog geen riddels lezen. Daar heb ik zin in. Hier hebben we dus één van de grote spoken die we dus moeten vangen. En grote spoken, die kun je dus. Dat zijn van die galerijspoken die we moeten vinden. Die hebben allemaal altijd standaard 100 HP. Op het moment dat je ze begint op te zuigen. Mag ik eventjes? Hij moet gaan gapen. Dus wij wachten. Hier hebben we 100 HP. Wil je hem zo snel mogelijk proberen in een hoek te drijven? Je wil hem in één zuiging te pakken krijgen. Of tenminste meer dan 90% omlaag krijgen. Want dan krijg je namelijk een grotere parel voor. Zoals we nou in de Game Boy horen zien, dat kleine schermpje wat we in de hoek hebben. Zien we dus dat we parels kunnen halen. Nou, als je hem in één keer krijgt, krijg je dus de gigantische parel. En alle parels die je nu op dit moment ziet. Op het einde van een level krijg je ook nog een keer een rank voor de spoken die je hebt gevangen. Op het moment dat je dus een spook hebt gevangen met geen schade en in één zuiging. Dan krijg je dus zeg maar een gouden rank. Heb je een beetje schade opgenomen of heb je meerdere keren moeten zuigen tot hij dus los is gebroken. Dan krijg je dus een zilver rank en dan heb je ook nog een brons rank. Dus even met dat uitgelegd te hebben, volgens mij hebben we hier alles gehad. Kistje pakken. Hallo Kistje. En ik heb een fout gemaakt. Shit. Ik moet deze camera even opnieuw doen. Ben zo terug. Oké, sorry voor die kniptaar. Ik moet hem nou nog een keer doen. Ik ben namelijk iets jullie vergeten te laten zien. Op het moment dat het donker is. Als je achter de stoel kijkt, zie je hier een stukje kaas liggen. Als je daarop gaat klikken, dan komt er een goud muisje tevoorschijn. En als je die opzuigt, komt daar ook nog eens een keer heel erg veel geld uit. Goldmice zijn dus bijna eigenlijk hetzelfde als Speedy Spirit. Maar die komen dus in twee verschillende vormen. Eentje is bij een stukje kaas. Een stukje kaas is. Op vijf verschillende kamers zit dus een stukje kaas waar je er dus eentje kan vinden. En sommige die komen gewoon willekeurig in sommige plekken. Er zijn er in totaal 10. En zoals jullie zagen, ik geef weer uitleg over alles en nog wat. Dus ondertussen ga ik hem eventjes vertellen. Of nog een keer opzuigen. Retrobaas! Ondertussen dat ik hij heel eventjes uitleg. Hallo! Moet ik hem wel in één keer goed doen natuurlijk, want anders heb ik hier geen cold drink. En ik had hier die net zo mooi in de eerste try. Kom op! Oh, en dat is trouwens een poison mushroom die ik nou te pakken krijg. Van een poison mushroom krijg je een beetje een squeaky voice. Ik ben in één keer een stuk kleiner.
kun je je stofzuiger niet gebruiken. Dat is werk kloten. Maar dat heeft niks te maken met de goldring, want ik heb hem namelijk in één keer te pakken gekregen. En je krijgt geen schade van, dus je hoeft daar niet bang voor te zijn. Maar goed, in ieder geval, dat was de goldmice die ik vergeten was. Sorry daarvoor, mijn fout, weet ik. Ik denk, ik wil dat toch even laten zien. Er is een moment tot alle kamers weer opnieuw donker worden. Dat heet de blackout. Sommige golden mice, sommige speed spirit komen dan alleen maar tevoorschijn. En mocht je ergens dus een gouden muis vergeten zijn, kun je die dan op dat moment natuurlijk nog weer tegenkomen. Nou, de volgende kamer waar we in moeten van die sleutel die we net hebben gevonden, dat is hier. En deze kamer is niet echt zo boeiend. Het heeft alleen maar zo'n erge, wow, grote goudklompen verborgen. Dankjewel. En waarom hebben spoken eigenlijk bedden nodig? Ik bedoel serieus, het zijn spoken. Niet dat ze het koud krijgen of iets. Ik ga het dekbed opzuigen, want ik heb daar poltergeist. Je ziet hoe sterk je stofzuiger dat is. Hoppakee. Dus. Nou, eventjes een leuk geintje. Als je hierboven deze waaier, als je daar de stofzuiger op houdt, komt er geld uitgevallen. Dat is bij deze altijd zo. Zie? Altijd papiergeld. Komt u maar. Dankjewel. Nou, hier hebben we dus nog zo'n baasspook. Wacht even, eerst kistje. Of kistje. Kastje. Wat nou kistje. Hier hebben we dus ook weer zo'n baasspook. Nou, hoe wil je die activeren? Heel erg simpel. Door het gedaan open te maken. Want dan begint ze van... Oh jee, wat begint er toch in één keer te waaien? Nou, een hele goede tactiek om spoken te vangen. Kom op. Is proberen in een hoek te krijgen. Shit! Waarom wilde dat nou niet werken? Oh, nou krijg ik hier die gouden niveau, of die grote niveau. En dan heb ik hier zilverrenk. Wordt bedankt, Spook. Je wordt bedankt. Dat wil ik jullie natuurlijk wel eventjes laten zien. Dus. Oeh. Je wilt ze eigenlijk in een hoek krijgen. Dan is het namelijk het makkelijkst om ze te pakken te krijgen. Dus, dat was faal van mij. Daar baal ik natuurlijk van. Daar ben ik niet echt blij mee. Nou. In ieder geval, we hebben al een paar keer gezien dat we nou dus een blauw kistje tegenkomen. Blauwe kistjes bevatten altijd sleutels. Dus mocht je je eigen afvragen van, wat zit er in dat kistje? Nou, als je een blauw kistje ziet, standaard sleutel. Heel erg makkelijk te onthouden. Nou. Sorry. Komen wij bij een baasspook van gebied 1. Nou, wat we hier, voordat we willen doen, er zit hier een Speedy Spirit. Die Speedy Spirit die zit er alleen maar op het moment tot alle kamers weer donker zouden worden. Ja, oké, er komt een stroomstoring, spoiler! Maar wil je die dus, kom je er ergens tegen in een walkthrough of zo, dan ja, dus dat probleem. Jij moet even je muil houden, baby. Ik ben nog even hier aan het zoeken voor geld, ja? Papa moet centjes verdienen. Dus, wat je hier wil doen is... Ja, ik heb al alles wel gecontroleerd. Wat je wil doen is je wil deze wil je laten bewegen. Dan komt die baby erop. Hoi. Hi, waarom trein ik niet? Dat is best wel creepy. Wat je dus wilt doen is... Je wil hier deze bal wil je opzuigen. En die wil je tegen hem aangooien. Gemeen, hè? Ben ik gemeen tegen je baby's? No, you didn't, an owie. I just wanted to play with you. I had grown-ups. Why do you have to be bigger than me? I had enough. Small now, grow smaller. Small is the tiny little. We gaga goo 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 gaga. Gaga goo goo gaga 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 goo goo. Okay, ik heb mijn lol gehad, sorry. En nou komen we dus in een dimensie waar we niet meer uit kunnen komen, omdat het hier duister is. Vliegende schommelpaardjes op de grond. Wat is dat babytje groot geworden? Sorry? Ik wist niet dat je kwaad werd. Ah, hij knipoogde naar ons. En hij probeert Luigi te stoppen. Oké, nou weet je wat wij doen? Wij gaan wel weg. Oh, kijk, een hobbelpaadje. Nou, wat hij gaat doen is, hij gaat dus verschillende speelgoeddingen van hem naar je toe proberen te gooien. Zoals hobbelpaardjes, speelgoedballen,
Die wil je dus gewoon heel erg simpel ontwijken door gewoon rond te lopen. Dat is het enige wat je kan rondlopen in dit spel. Nou is er één balletje dat stuit het de hele tijd op en neer. In dit geval is dat een deze. En wat je dan wil doen is je wil hem daarmee raken. Nou, een bosspook, niet een gewoon normaal ordinair hondenspook. Die kun je dus niet voor elkaar krijgen om die in één zuiging op te zuigen. Die moet je dus echt wel in meerdere zuigingen pakken. Volgens mij heb ik hem boos gemaakt. Oh, nou gaat hij stuiten hoor. Ik ben een stuiterbaby, ik kan zo stuiteren, want ik ben een stuiterbaby. Hallo. Ja, pak je ratel maar weer en ga maar weer van die hobbelpaadjes. Dit is praktisch eigenlijk alles wat hij doet. Volgens mij moet je hem drie keer, Ik heb nog nooit voor elkaar gekregen dat ik hem maar twee keer hoeft of zo. Oeh, dat was dichtbij. Dus je moet sowieso altijd voorzichtig wezen en uitkijken van wel voorzichtig wil wezen met die ballen. Dus, even wachten, want dan moeten we de bal pakken en op deze gezicht. Nee, maar volgens mij heb je altijd de drie nodig, dus... Ja, hier, hij heeft nog 10 HP, dus ik weet zeker dat ik hem wel wat te pakken kan krijgen. Dus... Ik vind hem wel lachen, wel bouncy baby. De laatste fase is natuurlijk weer zijn moeilijkste fase. Deze heeft 3 fases. Je had net van die hobbelpaadjes. Nou, die komen nou in één keer een stuk sneller voorbij. Dat is de eerste moeilijkheidsgraad. Daar komt er 2. En in plaats van tot nou hij verder gaat komen de 2, wil je gewoon in het midden gaan staan, want hoor je niet geraakt. Nou, gooi je speelgoedballen naar me toe. Komt u maar. Ben jij de... Oh, jij bent 3 trouwens. Oké, nou. Je hebt bijna geen HP meer, dus hier heb je je bal. En ga in de stofzuiger. Ik kan hier nou een hele foute zin in gaan zetten, maar dat zou ik maar niet doen. Goed, we hebben hem gevangen. En een goudkistje. Nou, gouden kistjes. Oké, sorry. Hey, nou zitten we wel gehaald in de lamp. Zie je wat ik bedoel? Zag je het nou? Mario. Op het moment dat je weer een kamer inkomt en je hebt al iets gecheckt, maakt helemaal geen ene zonde meer uit. Je kunt het gewoon nog een keer checken. En wie weet, misschien vind je wel wat. Dus altijd uitproberen. Nou, op het moment dat we dan hier komen... hebben we dus een gigasleutel. Hij is roze! Pardon. Luigi. Ja? Luigi, can you hear me? Oh, thank goodness you're okay. I lost contact with you all of a sudden. It was a tad worried. You seem to be a bit tuckered out after that long battle, don't you? Why don't you come on back to the lab? When you vacuum got a poltergeist. Nee, maakt niet uit. Gets pretty much full to bursting. But ho, I guess you showed that boss who's ghost who's boss. That boss ghost who's boss. Ja, maakt niet uit. Als je dus een bosgoat hebt verslagen, dan gaat hij... ja, hij legt het uit. Good job, Luigi. You made it back into one piece. Take a gender at that. At this. At that, at this. This fine piece of work took nearly 20 years to develop. I call it the ghost parpor... Ik noem het de ik stop een spook terug in het schilderijinator. Kon er niks aan doen, moest hier even gaan maken. This machine let us turn the ghost you catch into paintings. Not only that, it works in reverse too. How do you use it, you ask? Well, it's simple. Just plug in that Poltergeist 3000 into that slot. And enjoy the ride, my boy. Nou, vooruit dan. Alsof het ervoor gemaakt is. Ghosts are invisible, so we need to press them into visible forms. And presto, turn them into beautiful ghost portraits. Well, we managed to turn those ghosts back into the paintings. Thank you for your help, Luigi. En nou krijgen we dus even een belangrijke uitleg. Hier hebben wij dus, zoals je ziet, die hebben we in het goud. Die hebben we in het zilver. En de final boss, die hebben we ook in het goud. Nou, dat is allemaal niet zo slecht. Dat is goed gedaan.
Dus de reden waarom dat we die tweede in zilver hebben is omdat we twee zuigingen nodig hadden. Echt serieus, hoe vaak kan ik het woord zuig nog gebruiken? Maar omdat we daar dus twee zuigdinges voor nodig hadden. Dus, en bij een bos werkt dat niet. Nou krijgen we te zien hoeveel ons geld eigenlijk dus waard is. De currency, oftewel de waarde van het geld, is hier in gold. Nou, dus we hebben die stenen hebben we dan gevonden. Hier zien we dan de parels. Nou, je ziet hoeveel een grote parel... jammer dat we geen grote parel hebben. Maar we zitten dus op 7,7 miljoen gold. Nou, dan ga ik jullie gelijk eventjes hier de ranking uitleggen. Er zit een verschil tussen de Europese versie en de Amerikaanse versie. In de Amerikaanse versie is het namelijk zo, je kunt een rank hebben tussen de F en de A. Zeg ik dat goed? Volgens mij... Oh nee, je kunt zelfs nog een E hebben. Maakt niet uit, daar komen we sowieso op het einde op. Maar de beste rank, daar waar wij dus naartoe willen gaan, is in Europa niet te krijgen bij je eerste keer dat je het doorspeelt. Je kunt namelijk een spel nog een keer spelen, dan is het een spiegelbeeld en is het nog een stuk moeilijker. Maar je moet daar 150 miljoen gold voor krijgen. Dat is in de eerste run niet mogelijk. In Amerika is de A-rang te beschikken op 100.000 gold. Dus ons goal, zeg ik gewoon omdat wij maar één keer door het hele spel natuurlijk spelen, is 100 gold. 100.000 gold. 100 gold ben ik al voorbij. Nee, maar dat is dus ons goal. 100 miljoen gold. Dus vandaag, in de Europese versie, ja, wij zullen dan op zijn hoogste een B-rank krijgen. Maar ik zal jullie natuurlijk wel laten zien hoe alle ranks eruit zien. Dus daar hoeven jullie niet bang over te zijn. Hè? Dat laat ik allemaal zien. Nou, op dat moment wil je natuurlijk 7. In mijn practice run had ik meer. Komt waarschijnlijk omdat ik die grote parel niet heb. Flame game. Flame. Very, very flame. Oké, nou. Dus, dan gaan wij weer terug om te kijken waar dat die grote sleutel op gaat. Maar ik denk dat we dat gaan doen in de volgende aflevering. Dus ik dank jullie allemaal voor het kijken. En ik hoop jullie weer te zien in de volgende aflevering van Let's Play Luigi's Mansion.